eigenlijk niet. Nee? Nee. Okay. Dit vind ik best wel... Je vindt hem echt heel lekker. Ja. Nou, wat goed. Ja. Ja. Sorry, man. Ik ga Jones opzoeken. Sorry, man. Ik sorry, man. Ja, toch praten. Ik ben benieuwd wat het is. Je hebt verwacht toch? 11 uur? Tot 11 uur. Sinds hoe laat was je hier? 9 uur? Ik was hier om 6 uur. 6 uur? 6 uur 's ochtends, ja. Zo, hoe weet je dat dan? Ik kwam naar het kantoor en toen zag ik dit mooie gebouw. En ik wou eigenlijk wel een kroketje proberen. Lekker man, nou neem maar hap. Even kijken hoe het is. Eerlijk zijn, hè? Ik zou ook een stukje proberen. Ja, mag ik? Heerlijk. Ja, kom maar. Yes, thanks. Lekker man. Het is makkelijk. Zo, goedemorgen. We zijn vroeg in de velden. Het is dinsdagochtend. Toch, Cliff? Ja, toch? Dinsdagochtend. We zijn gewoon hier Amsterdam-Zuid. Het is lekker weer. Je ziet het. Het is hier een kroketstalling. We mogen gratis proeven. 100% vegetarisch. Dus ik ben benieuwd hoe de kroket zal smaken. Normaal ben ik in de ochtend niet van de kroketten, maar we gaan uitproberen. Het is mooi meegenomen. Dus kom, neem je mee. Boy King, I'm the boy king. Bow down and kiss the ring of a boy king. Yes! Frisse fruitig moeten we aan de dag beginnen. Met een ongezonde hap moet ik hier kunnen. We zijn hier voor niks droog. Zo. We zijn hier ready. We gaan uitproberen hoor. We gaan uitproberen. Komt u maar verder hoor. Kijk. Jazeker. Let me get this. Ja, nou, verder. Zo. Dank u. Ik heb hier de kroket voor me. Van Packers. Veggie. Niks is vegan nou. Oh, 100% vegetarisch. Zoals je ziet heb ik mijn mosterd erbij. Dus ja, ik heb hier mijn kroketje. Ik ben benieuwd. Nou, misschien neem een hap en laat ons horen. Ja. Misschien moet ik een hap nemen, hè? Heet man? Nee, nou, we moeten het horen. Ja, we hebben ook een. Die van die gasten. Niet slecht, niet slecht. Je moet even wennen aan de kroketsmaak, want ik eet het niet vaak toch? Toch voor jullie? Ja. Dank u. Fetches watching, je ziet het. In ieder geval, ik moet even wennen, maar het is niet slecht. Vegetarisch, weet je. Normaal eet ik zelf niet vegetarisch, maar ik kan het altijd uitproberen. Zeker wel. Ja, lekker. Kom je ook? Amsterdam Zuid vanaf nu. Ik kan gratis ophalen. Ik denk tot een uurtje of max 5, 6 uur zo. Maar lekker, lekker. We gaan even naar die vrouw verhaal halen. Kom. Nee? Nee, okay. Dit vind ik best wel. Je vindt hem echt heel lekker. Ja. Nou, wat goed. Ja. Ja, ik vind dit dus ook echt mijn favoriet. Want we hebben natuurlijk ook frikandel, snackmix. Okay. En we hebben nuggets en bitterballen. De kroket is echt... Maar het is echt een product wat je in de airfryer doet? Of is het ook echt iets anders? Nee, je bereidt hem in de oven in de airfryer. Mm-hmm. Zodat je hem dus... Eigenlijk kan iedereen hem dan thuis bereiden. Binnen 10 minuutjes is hij klaar. Dus, best wel snel, ja. Ja, echt top. Hoe zijn jullie erop gekomen dan, hier te gaan staan? We hebben een tijdje geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van dit concept. Ja. Want je ziet dat de vegetarische trend is echt booming. Ja. En wij zijn trots op onze snacks, dus we willen eigenlijk dat die snacks voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, toegankelijk. Dus toen hebben we gedacht van, iedereen heeft een guilty pleasure. En ook vegetariërs houden van snacken. Ja, en die zijn vaak beperkt tot een kaassoufflé. Dus toen hebben we ons best gedaan om alle snacks te kopiëren.
En dat is gelukt. Zelfs ook de frikandel, dat is heel moeilijk om die vegetarisch te maken. Dus nou, bij deze is het gelanceerd en hebben we gedacht, nou wat gaan we doen? Vorige week op Dierendag gelanceerd, een pop-up vegetariër geopend in Amsterdam. En vandaag nog op de Nationale Krokettendag de billboard. Dus oh, het is vandaag benieuwd. Het is vandaag Nationale Krokettendag, ja. Oh, vandaar. Ja. Mm. Ja. Okay. Ja. Maar hij is goed gekut dus. Een groot vinkje van mij. Groot vinkje, nou daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Met ons echt in de zorg nog. In ieder geval, zo, ik ben mijn laatste hap genomen van die kroket. Ja, dat is lekker man. Is eten, het is crowded. Iedereen komt zijn pakketje halen. Dat is het op een mens. Als ze zien van het is gratis, ziet iedereen rennen gewoon. Dus ja, dat is lekker man. Dat is lekker. Ik denk dat ik zo meteen nog eentje ga halen. Oh, sorry man. Sorry man. Ik ga Jones opzoeken. Sorry man. Ja, is toch gratis, waarom niet? Ik ben ook een mens. Dus ja, nog een pakketje halen. En daarna gaan we door, joh. Dan gaan we door. Kom, nog eentje halen. Get them a red nose, they clown cakes. Hey yo, doctor, here's another proper track and it's fat. Dank jullie wel, dames. Ja, heel graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Ja, dankjewel. Zo, je ziet het rond de 2. Moet niet. Maar het kan. Wat zegt iedereen vlog 15? Wat het is? Ik ben niet elite. Maar ik voel me elite. Start weer werken. Ja, maar een beetje moe weer. De ballen, je kent het wel. Zo. Zo heftig. Je hebt het laat gemaakt, jongen. Hé, hey, niet rennen op pardon, zei. Niet rennen. Niet rennen. Niet rustig. Ze willen niet luisteren weer. Ze willen niet luisteren. Oh, oh, Cliff toch. Hé, hey, ben je er nog? Oh. Ga weg hier. Sorry, man. Ga weg hier. Let niet op mijn gezichtsuitdrukking. Het is een beetje heet toch, dus ik moet het... zien te verwerken in het eetproces. Dat is een lekkere kroket, man. Mm, lekker, het is gratis. Zoals ik al zei, Amsterdam Zuid. Hoe heet ze? Bekkers, 100% vegetarisch. Like I said before. Maybe niggas is vegan now. You never know, maybe in the future. Let niet op hem. Hij is niet echt daar, weinig geslapen toch. Dus neem hem met de korreltjes al. Maar goed. Ja, het is lekker, het is mijn tweede kroket. We gaan nu weg. Straks moeten we weer werken. Toevallig. Eww, lelijk. Ik zei, toevallig zagen we deze stand. Dus we hebben even ons pakketje opgehaald. Vegetarisch, gezond. Want wat ik ook altijd zeg. Je moet eten. Goed trainen.
oké, dan ga je niet meer waarschuwen, je kent het proces. Leuk dat je weer hebt gekeken op deze mooie, beautiful Tuesday. Te Amsterdam-Zuid. Lekker vroeg, productief, fris. Deze mevrouw weet het ook, lekker fris, fruitig. Precies. Ik wens je een fijne dag en ik zie je weer in de volgende vlog. Ciao, hè? Fris in de velden. Ga je niet meer melden. Stabiliteit is hoog. Kan je niet helpen.